ga jullie laten zien hoe je een zandhester maakt met een klein kanaaltje voor het vissen op zeeverel. Wat heb je er allemaal voor nodig? Allereerst, je hebt natuurlijk nodig een haak. Een saltwater shrimp, maat 6 in dit geval. Hij zit er al in. Dan heb je wat nodig om het kanaaltje te maken. Dit is een hikkeltje waarmee je het mondje en de kaakjes imiteert. Vervolgens heb je twee sprietjes die altijd uitsteken, dat zullen ze net mooi zien. Dan heb je ook nodig twee oogjes, zwarte oogjes bij een kanaal. Ook goed te zien hier. Je hebt nodig dubbing om het lijfje te maken. Dan een hikkeltje voor de pootjes en het geel wat wolliger te maken. Je kunt de kanaal verzwaren met wat lood. En ook nog wat koperdraad gebruiken om wat structuur te geven aan de kanaal. Schaartjes zijn overbodig luxe. En wat lak om alles goed vast te zetten. Wax voor de dubbing. Windraad, dat zet je erop om ervoor te zorgen dat de windmateriaal wat je er allemaal op doet, dat goed blijft zitten. Dus goed stukje erop zetten, een aantal keer omwikkelen. Oké, aan het einde even stoppen en dan. Ik ga eerst een stukje koperdraad opbrengen, want dat moeten we als laatste gebruiken om dat tussen het, om het lijfje wat structuur te geven. Dus. Oké, goed vastmaken. Oké, en dan een stukje afknippen. Die gaat even hier achter, zodat hij niet in de weg komt te zitten. Het kanaal, dat is een klein hekkeltje. En dat steekt een beetje uit aan de onderkant. Dus die gaan we vastmaken zo. Even kijken hoe die zit. Ja, dat zit al aardig zo. Het steekt een beetje aan de onderkant uit. En als dat goed zit, dan maken we die goed vast. En dan knippen we die af. Voelsprieten. Die moet ik even zo. Oogjes van de kanaal die kun je altijd goed zien. Ze zijn meestal zwart. Nou, dit is altijd een beetje priegelwerk. Als je eenmaal één lusje hebt, dan kun je hem even iets verstellen. Dan gaan we de hekkel erop zetten. Die vormen eigenlijk de pootjes aan de onderkant en de rest van het lijfje. En dat doen we op deze manier. Ik doe hem altijd een beetje schuin aan de onderkant zo. Mijn kont heb ik een laatste stukje vouwen verdubbeld, dat hij niet terug gaat en dat hij goed stevig zit. Nee. Okay. Dan gaan we er een stukje lood omheen doen. Kan ook eerder dat lood, maar op zich maakt het niet zoveel uit. Dus we gaan er even wat. Dan kun ik hem ietsjes verzwaren nog. Het is een vrij licht vliegje en het water is meestal woelig. Dus wax op het windraad en daar gaat dan de dubbing omheen. En dat zetten we er zo op. En dan gaan we deze kant op. Even kijken, het koperdraadje goed vastmaken. Zeg maar de kleine kaakjes en voelsprieten, hier de langere voelsprieten. De oogjes zwart, die zitten wel goed weggewerkt. Je kan ze ook wat verder uit laten steken. De onderkant, dat vormt eigenlijk een beetje de pootjes. Dit is een beetje het harige oppervlak. En dat koperdraad er tussendoor, dat geeft een beetje structuur. En hier zie je nog dan de, zeg maar het zwemvliesje. Dat zie je bij een echte kanaal ook. Nou, ik vind het prachtig gelukt.